Woensdag 21 mei wordt er in Lunteren een loop gehouden voor het behoud van de AED. Hoe de route loopt is aan de deelnemers zelf. Ja, de route kunnen de mensen zelf bepalen, want ze lopen van AED naar AED. Dus ze kunnen zelf kijken van, we krijgen een kaartje, daar staan ze op. En hoe lopen we het makkelijkste? Ja, dat is allemaal om een bewustzijn te creëren. Ja, dat mensen weten van de AED hangt daar het dichtst bij mijn huis. Of als ik hier loop, dan kan ik daar een AED ophalen. AED staat voor automatische externe defibrillator. Een medisch instrument om als het ware het hart te herstellen. En dat het belangrijk is dat zulke apparaten aanwezig zijn, ondervond hardloper Bas van Elk in januari 2012. Wat gebeurde er precies die dag? Ze waren aan het hardlopen en in één keer zakte hij in elkaar. Een paar meiden die mee aan het hardlopen waren, die hebben toen gelijk begonnen met reanimeren. Want dat moet je er altijd bij blijven doen. En die zijn een ander is naar de AED toe gerend, op de stroet. Die trouwens niet in de AED's ding zit, maar wel heel belangrijk is. Maar die is geen 24 uur per dag bereikbaar. Maar die was gelukkig open. Hebben de AED opgehaald, hebben hem een schok gegeven. En het hart is weer gereset. En na een poosje kon hij weer tennissen. Ja, want zonder die AED was het waarschijnlijk afgelopen. Ja. Dan had hij het niet gered. Op dit moment hangen er 10 AED-kasten in Lunteren die de gehele dag door te bereiken zijn. Maar dat moeten er meer worden, vindt de stichting. We willen 6-minuten-zones hebben. Die zijn ook door de Hartstichting aangegeven hoe groot die dan ongeveer moeten zijn. Dat mensen, als ze een hartinfarct krijgen, de kans hebben om binnen 6 minuten die AED de schok te mee te krijgen. De start van de route is woensdag 21 mei op het Nieuwe Erf in Lunteren. Opgeven voor deelname is niet verplicht. Belangstellenden kunnen gewoon langskomen. En een bijdrage is zeer welkom, want niet alleen nieuwe kasten kosten geld, ook aan het onderhoud hangt een prijskaartje. Ja, 1 keer per jaar moet onderhouden worden, want dan wordt er gekeken van is die nog wel goed en zijn de plakkers nog goed, moet er een nieuwe batterij in. En dan daar zitten die onderhoudskosten, die hebben we een contract voor. Ook als er een AED gebruikt is, dat die mensen gelijk weer een nieuwe AED op komen hangen, zodat we nooit zonder zitten.